TBN Prime Alert van dinsdag 7 juli 2015. Uw aandacht voor de headlines. Miranda aan DR en RL leden. Uw functie niet voor een blikje bier verkopen. Doe onderhandelt nog met NDP. SPBA stapt met aantal zorgpunten bij informateur. Guyanees met geweren aangehouden. CCK legt problemen ook voor aan informateur. Niets gedaan voor groenten, fruit en veeteeltsector. President krijgt draaiboek van alle gevoerde informatiegesprekken. Werken er leden wel of niet? En Santokki-voorzitter en Gayadin waarnemend voorzitter, fractie VHP. De komende weken zullen de gekozen RR en DR-leden in hun respectieve districten beëdigd worden. Vandaag was dat voor de groep van het district Paramaribo en het allemaal vond plaats in de congreshal. De DR en RL-leden zijn onder andere toegesproken geworden door DC Jerry Miranda en RO-minister Stanley Bettersen. En ook in hun handen hebben zij de eed en of belofte moeten afleggen. De rode draad door de speeches van DC Jerry Miranda en RO-minister Stanley Bettersen waren dat de DR en RL-leden niet moeten zitten, maar naar de burgers van hun respectieve wijken moeten gaan en dat zij zich moeten bewijzen. Want er is alom in de gemeenschap dat DR en RL-leden niet werken. Wij voeren u naar het moment van de eed en of belofte van deze DR en RL-leden, als ook de speeches van DC Miranda en RO-minister Stanley Bettersen. Onder welke naam of welke voorwensen dan ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de districtsraad aan iemand, wie hij ook zei, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. Ik zweer beloof dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten van niemand, hoegenaamd, enige belofte of geschenken zal aannemen, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer beloof dat ik het ambt van lid van de districtsraad nauwgezet zal vervullen en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district en mijn resort in het bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. Ik zweer beloof gehoorzaamheid aan de grondwet en andere wettelijke regelingen en aan de regeringsvoorschriften en trouw aan de Republiek Suriname. Voor de mensen die de eed gaan afleggen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. En voor de mensen die de belofte gaan afleggen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Natuurlijk ook welkom het hoofdstembureau, OKB en alle andere instanties die ik niet bij naam heb genoemd. Anders zijn we een half uur daarmee bezig. We hebben op 25 mei een verkiezing gehad waarbij er een uitslag is gekomen. En waar wij zien dat er één partij als grootste uit de bus is gekomen. Het proces voor het beëdigen van RR en DR-leden, dat maakt nou niet veel uit wie de winnaar is geweest. Het is een proces die bij wet geregeld is en moet gebeuren of je nou winnaar of verliezer bent. Vandaag aan de dag hebben wij geleerd dat het proces zijn verloop, zijn beloop moet hebben, maar dat wij ervoor moeten zorgen dat wij iedere keer bij een beëdiging van een nieuwe RR en een DR, dat we nieuwe hoogtes bereiken. Was het vroeger zo dat u als DR-RR-lid lekker even thuis kon zitten wachten
uw salaris, wordt er nu van u verwacht dat u met de mensen bezig gaat zijn. U gaat in uw resorten moeten werken. Voor de DR gaat u in uw district moeten werken. U gaat in goed overleg met de bestuursdienst bepaalde problemen moeten noteren en aanpakken. En we moeten eigenlijk wel afstappen van het feit dat u eigenlijk van u verwacht wordt een hoorzitting te houden. Mooie cijfertjes op papier te zetten. Die brug die toch nooit gemaakt wordt weer op te brengen. En dat allemaal aan de minister via een districtsplan te geven. En minister, u weet het, daar zitten we wat gebakjes te eten. Dat dienen we een districtsplan van 17 miljoen in. En wij krijgen uiteindelijk 1 miljoen of 1,5 miljoen om het werk te doen. Persoonlijk, en de minister is daar, wij zijn de beste maatjes hoor. Maar persoonlijk is dat niet echt mijn ding. Komt u met reële dingen. Maar in het geheel komt u ook om me te vertellen wat gaan we zelf doen. Als we gaan opbrengen, en ik heb gezegd het wordt een korte speech minister, maar het moet me echt van het hart hè. Als we gaan opbrengen dat u als resortraad een plannetje gaat maken om noem maar wat lozingen voor mensen hun huis op te halen, dan zeg ik dat is iets dat we zelf moeten doen. Onze taak is om te zorgen ervoor dat wij de bevolking anders laten denken. En dat gaat u niet met schreeuwen of mina RR im dusa metaki, zo werkt het niet. Binnen de district, zeker wat het district Paramaribo aangaat, zijn mijn collega en ik reeds begonnen met een hernieuwd plan waarbij de bestuursdienst zijn deel moet doen. We zijn tot zover gekomen dat wij u binnenkort gaan uitnodigen, ieder resort, om te komen en te zitten met de desbetreffende leden van de bestuursdienst, omdat in onze conceptie BO's, ABO's, OBO's, horen in het veld thuis. Zij moeten met u op straat zijn om de noden van de bevolking te bekijken. En niet het laatste moment rennen, de laatste 3 maanden, 4 maanden, en even snel met een hooivork bezig gaan zijn en een spuit om gras te spuiten, want ze moeten zien dat ik werk. Wat wij verwachten, en volgens onze conceptie, is dat ieder resort moet weten wie u bent. U bent voor een bepaald resort, en dat praat ik zeg over de resortraadsleden. Men moet mij niet bellen en vragen wie is het resortraadslid. Dan vind ik persoonlijk dat u uw werk niet doet. Men moet weten wie u bent, want men gaat u toetsen op wat u heeft gepresteerd. Prestatie hangt niet af van hoeveel geld u ter beschikking hebt om wat te doen. Een vergadering houden waar we lekkere sap drinken en gebakjes eten terwijl buurman zijn huis aan het verzuipen is, dat is geen vergadering. U bent beëdigd omdat de bevolking in u heeft gezien een vertegenwoordiging die in goed overleg met de bestuursdienst en daarnaast als die districtscommissaris en met de andere eenheden, politie, BOG, een bijdrage kunnen leveren om dit land tot grotere hoogte te brengen. Laten wij ons allemaal terugvinden in de hernieuwde gedachte van de president, waarbij de link met het volk direct zichtbaar moet zijn. Niet zichtbaar in een begroting, want gelooft u me, de eerstvolgende begroting die u doet, ga ik weer niet naar de minister brengen. Minister, u heeft me nooit gezien. Omdat het hoop is. Ik hoop dat u mij dat geld geeft. Maar dat is een droom, omdat we het gewoon nooit krijgen. Wij moeten kijken, het is gebleken, en mijn collega zit hier, hoeveel de bevolking van zichzelf wil doen. Als u ze motiveert en als u ze vraagt en als u eerlijk genoeg bent om uw functie, en dat geldt ook voor de bestuursdienst, niet voor een blikje bier te verkopen. Door te zeggen, je mag doen wat je wil als je me dat geeft. We moeten een totale ommekeer brengen in het geheel. En ik ben blij dat ik meegedaan heb met de beëdiging van u allen.
omdat ik ervoor zal zorgen dat ik met mijn bestuursdienst, we praten niet over de slechte, echt op u ga letten en met de buurt bezig ga zijn of u zichtbaar bent. U heeft net een belofte gedaan, u heeft gezworen, gaat u het uitvoeren. Wat u krijgt is geen salaris van de overheid, is een tegemoetkoming. Indien u niet kon, had u dit beroep niet moeten doen. Uw buurt, uw resort heeft u gekozen. Gaat u het naar eer en geweten uitvoeren. En laat u al die politieke praatjes. Dat is, gelooft u me, dat is het laatste jaar gaan we daarmee weer beginnen. Wat we allemaal moeten begrijpen, dat u een belangrijke functie heeft. En die functie houdt niet in, wat is mijn paycheck aan het eind. Die functie houdt in dat de bevolking op u rekent om een verschil te brengen in hun leefsituatie. En als u meedoet met ons, en als u meedoet met het geheel en met die bevolking, gaat u zien dat met zo'n klein beetje u zoveel kan bereiken. En gelooft u me, de mensen die me kennen, die weten waarover ik praat. Ik hoop dat in ieder geval we bij de beëdiging van deze DRRR nu uiteindelijk een verschil gaan zien. Ik hoop het hoor, minister, dat bij de volgende raad die beëdigd gaat worden, dat ik erbij ben. En ik ga u allemaal herinneren aan de belofte die u gemaakt heeft. We gaan de bevolking niet voor de gek houden, want u bent ook een deel ervan. Ik wens u alle succes toe. Ik hoop echt dat u deze woorden ter harte neemt. U hoeft me niet iedere 5 minuten te bellen, want ik ben niet te bereiken. Wij gaan koppelingen maken met de resortdiensten en die moeten hun werk doen. Wanneer iedereen zijn werk doet, dan hebben we geen probleem. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Mijn secretaris heeft een mooie speech voor me geschreven. Hij altijd staat erachter. Succes, ik dank u. Samen staan we sterk. Ik heb alleen geloof erin na 4 jaar als we samen sterk hebben gestaan. U bent van Paramaribo. Ik hoop wat te zien. Ik dank u hartelijk. Dank u. Bij de laatst gehouden verkiezingen van 25 mei 2015 zijn er nieuwe volksvertegenwoordigers voor het district Paramaribo onder andere gekozen. Uw verkiezing binnen Paramaribo is het resultaat van uw inzet en het bewijst dat een zeker deel van de bevolking vertrouwen in u heeft. Wij twijfelen dan ook niet aan dat u nu als onderdeel van een der regionale organen u verder zal inzetten voor welzijn en ontwikkeling van de gemeenschap. Een belangrijk instrument daarbij is de Wet Regionale Organen, SB 1989, nummer 44. Deze wet is er speciaal om u de richtlijnen te geven die nodig zijn om uw functioneren mogelijk te maken. In de grondwet van 1987 heeft de wetgever het principe vastgelegd van de politieke democratie, welke tot uiting komt in participatie en representatie van het Surinaamse volk. U bent vandaag hier en u bent vertegenwoordiger, u representeert het Surinaamse volk en wel dat deel dat in Paramaribo woonachtig is voor de komende 5 jaren. Als raadslid hebt u belangrijke taken te vervullen. Het bevorderen van het welzijn van het land in het algemeen en van eigen district, zeker resort, in het bijzonder, zowel individueel als collectief. Het bevorderen zal geschieden door zich persoonlijk naar vermogen beschikbaar te stellen voor de arbeid aan de ontwikkeling en vooruitgang van land en regio. U zult daarbij initiatieven moeten nemen
en activiteiten moeten ontplooien op sociaal-economisch gebied. Het voortdurend zorg dragen voor ontwikkeling van infrastructuur, aanleg en instandhouding van alles daaromheen is een belangrijke taak. Verder het opstellen van plannen, begrotingen die voortvloeien uit hetgeen u binnen uw omgeving hebt geconstateerd. Het medewerken aan de goedkeuring daarvan en het nemen van stappen die nodig zijn om alle geplande activiteiten te realiseren. Verder zal u alle inzet aan de dag leggen om de specifieke taken zoals vastgelegd in de regelgeving werkelijk tot uitvoering te brengen. Let wel, wij hebben een periode gekend waarbij districts- en resortraadsleden alleen belangrijk waren tijdens Verenigde Volksvergaderingen of eventuele vergaderingen die nodig waren om hun minimale vergoeding binnen te kunnen halen. We hebben wel vooruitgang gezien. Met het doorvoeren van het decentralisatieproject hebben we gezien dat resortraadsleden en districtsraadsleden meer dan ooit pogingen hebben gedaan om werkelijk betrokken te raken bij de ontwikkeling van respectieve resorten, zeker districten. Wij juichen dit toe en streven ernaar om grotere hoogten te bereiken. Ik wil u op het hart drukken om na te gaan waarvoor u werkelijk bent gekozen. U als resortraadslid of als districtsraadslid, er is een reden geweest waarom elke persoon uit een bepaalde omgeving of district het rode hokje of het hokje naast uw naam rood heeft gekleurd. Er is een reden daarvoor. Beschaamt u het vertrouwen dat in u gesteld is niet. Laat het de tijd voorbij zijn waarbij u alleen belangrijk was voor vergaderingen. We weten dat er vooruitgang is geboekt. Zeer zeker, dat hebben wij kunnen zien. Laten wij voorgaan naar grotere hoogten voor wel en wee, welzijn van de totale Surinaamse samenleving. Mag ik u feliciteren en Suriname reken op u. Dank u. De DOE die is nog steeds in onderhandeling met de Nationale Democratische Partij. Wat zij de afgelopen periode hebben gedaan is net als elk andere partij dat zij gewoon de informatieve gesprekken hebben gevoerd met de informateur. Het congres van de DOE die zal uiteindelijk dan het besluit moeten nemen of de DOE ook deel zal uitmaken van de coalitie. Wij van TBN Prime Alert hadden vandaag een vraaggesprek met DOE-voorzitter, tevens gekozen DNA-lid, de heer Karel Breveld. En hem, aan hem vroegen wij hoe thans de onderhandelingen verlopen, maar we spraken ook met hem over tal van andere onderwerpen. Heer Karel Breveld, er wordt aangegeven dat jullie nog steeds onderhandelen met de NDP. In hoeverre is dat werkelijk zo? Ja, inderdaad. We zijn nog steeds in onderhandeling met de NDP. En er zijn een paar andere partijen die dat ook doen. En het betekent dat je met elkaar samen kijkt naar wat het beleid zou moeten gaan worden. En uiteindelijk op welke manier het invulling moet worden gegeven. Tegelijkertijd is het zo dat er nog geen sprake is van een coalitie. En ik denk dat het belangrijk is om dat ook te zeggen. We hebben van het partijcongres hebben wij mandaat gekregen, het onderhandelingsteam, om de onderhandelingen voort te zetten. Maar
Je kunt pas van een coalitie spreken wanneer er een regeerakkoord is. En wanneer je weet dat dit is afgesproken, dat is afgesproken en het gaat binnen die termijnen worden aangepakt, dan praat je over een regeerakkoord en dan praat je over een coalitie. Dus het is een beetje voorbarigheid als mensen zeggen doe eens in de coalitie, want dat is officieel nog niet het geval. Wanneer wordt dat dan officieel? Wie zou dat moeten besluiten? Nou, dat wordt besloten nadat de onderhandelingen plaats hebben gevonden. Je uiteindelijk tot een regeerakkoord bent gekomen. Dat regeerakkoord, dat zullen de respectieve politieke organisaties die mogelijk deel gaan uitmaken van de coalitie, die zullen dat dan met hun structuren bespreken. En dan wordt er een definitief besluit genomen in de respectieve partijen. En van mij in ieder geval, ik weet niet hoe het bij die anderen gaat, bij ons. En dan uiteindelijk is het dan dat je kunt zeggen, ja, je gaat wel in de coalitie of helemaal niet. Wordt er onderhandeld over verdeling van posities en ministeries? Nee, dat is niet aan de orde. Het is nu vooral het beleid, de ontwikkelingsrichting, wat er noodzakelijk is en wat noodzakelijk, fundamenteel noodzakelijk is. En ik vind dat soort dingen wel heel erg belangrijk, ja. Ik weet dat in voorgaande keren het meestal de eerste start was hoeveel ministeries, hoeveel ambassades, hoeveel zo. En ik denk niet dat dat een goede start is. De start moet zijn, wat wil je in het land tot ontwikkeling brengen? Hoe wil je het land tot ontwikkeling brengen? En hoe ga je dat uitvoeren? En ben je gericht samen met elkaar afgestemd op dat wat je wil realiseren? En ik vind dat op zich van heel groot belang om dat helder te hebben. Het is natuurlijk zo dat in het praten met elkaar je een x-aantal dingen voorstelt die noodzakelijk zijn. En wij vinden bijvoorbeeld dat prudent financieel beleid van belang is. Het moet duidelijk zijn dat de manier waarop we met de middelen die ons beschikbaar zijn en die eigenlijk steeds schaarser worden vanwege de vermindering van de olie en de grondstoffeninkomsten, dan is het wel belangrijk, ja, dat je toch heel duidelijk weet hoe je dat besteedt. En ook zaken die er nog liggen, hè. Er zijn een heleboel schulden. De cashflow is niet optimaal en aannemers roepen, maar gewone burgers ook die diensten leveren aan de staat, die moeten ook zitten met achterstallige betalingen. Dus die dingen, daar moet er wel helderheid in komen. Dat vinden we van belang. En natuurlijk, hoe bestrijd je corruptie in dit land? Hè? Hoe gaan we dat ding nou strak en zakelijk aanpakken? En hoe gaan we zorgen dat er openbaarheid is van bestuur? En hoe gaan we zorgen dat de burgers dat er een ombudsbureau is waar burgers hun klacht kunnen indienen als het gaat om hoe de overheid met hen omgaat? Dus het lijkt mij van groot belang dat die dingen zeker meegenomen moeten worden, omdat dat zaken zijn die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van bestuur in ons land. Heer Breveld, we begrijpen dat in de huishoudelijke vergadering van de DNA-leden vandaag besloten is dat 14 juli de president en vicepresident gekozen zal worden. De V7, oké, die bestaat niet. VHP en de NPS die hebben aangegeven dat zij hun medewerking zullen verlenen bij het kiezen van de president en de vicepresident. Hoe is dat bij de doel? Nou, wij hebben gezegd van laat de kandidaten zich aandienen en dan zal er een keus komen van de zijde van Doe. Maar we vinden het belangrijk, ja, dat er gekozen wordt. En als het kan in de Nationale Assemblée is dat helemaal mooi, want dat maakt de zaak efficiënter. Maar haal je het niet in de Nationale Assemblée, dan moet je de Verenigde Volksvergadering gaan oproepen. En ja, dat is onderdeel van de democratie, onderdeel van dat wat met elkaar besloten is. Dus die processen moeten gewoon in gang gezet worden. Maar ondersteund door de kandidatuur van Desi Bouterse en Ashwin Adin als vicepresident? Er is daar geen besluit over genomen, nog binnen de partij. En er zijn een aantal dingen die we natuurlijk ook met elkaar nog doorpraten. Dus het zou prematuur zijn om nu daar iets van te zeggen. Ja. Maar als zaken zover zijn, dan kijken we een beetje verder in de toekomst. Mag Doe toch het besluit nemen om te samenwerken, de coalitie te vormen? Zullen dan ook zaken als ministeries, verdeling van posities ook aan de orde komen? Oh, natuurlijk. Ik denk dat als je uiteindelijk met elkaar doorpraat om te komen tot een coalitievorming, dan komen natuurlijk die dingen aan de orde van hoe gaan we de zaken invullen, de posities die er zijn, zodat het beleid op de meest efficiënte manier kan worden uitgevoerd.
uitgevoerd. Wij zijn heel erg gebrand op profielen. Wij vinden het heel erg belangrijk dat wij niet zomaar mensen in posities geplaatst worden. Vooral mensen die dan, zoals wij dat populair noemen, omhooggevallen zijn. Omdat dat problemen geeft in de bestuur. En de kwaliteit van ons bestuur gaat daardoor wordt te gronde gericht. Ik denk dat de right man on the right place van belang is. En dus de kwalificaties moeten er zijn, de competenties moeten er zijn. En je wil natuurlijk dat in de manier van uitvoering de mensen ook een stuk karakter aan de dag leggen. Waardoor hetgeen gedaan wordt ook goed gedragen wordt door waarden die bij de mensen aanwezig zijn. Ik denk dat het van belang is. Dus natuurlijk invulling, maar ik zie graag, of wij zien graag, dat de profielen ook serieus genomen worden bij de aanstelling van mensen in verschillende publieke functies. We hebben begrepen van de woordvoerder van de NDP gisteren, meneer Winston Lakin, dat er een presentatie gisteravond gehouden zou worden over het aantal ministeries. Zijn jullie daarbij ook uitgenodigd geweest? Ja, wij waren ook aanwezig bij die presentatie waarin uiteengezet is hoe gekeken wordt naar de ontwikkeling van het land. En daarbij komt natuurlijk ook het aspect van het aantal ministeries wat het uiteindelijk moet gaan worden. Dat proces is nu gaande, dus daar kan ik weinig van zeggen. Maar je praat er wel met elkaar over, omdat wij als doel vaker gezegd hebben van het is belangrijk om het aantal ministeries te verminderen. Er zijn ook bij andere partijen, de NDP heeft dat ook. Dus het is iets waar je dan met elkaar mee bezig bent. Niet eenvoudig, niet simpel, maar wel belangrijk om ernaar te kijken en te komen tot een besluit. Maar is het bij de presentatie duidelijk naar voren gekomen dat het nu minder ministeries zullen worden? Het ziet er naar uit dat er minder ministeries worden. Hoeveel? Dat kan ik niet zeggen. Maar het ziet er wel naar uit dat het minder wordt. En ik denk dat het van belang is, ja, dat wij serieus kijken op welke manier dat uitgevoerd gaat moeten worden. Jullie kunnen zich terugvinden? Nee, kijk, we zitten met elkaar nog steeds in gesprek. Hè? En een aantal dingen probeer je nog op lijn te krijgen. Dus er is nog geen, laten we zeggen, uitsluitsel hierover. Duidelijk, heer Breveld, dank u wel. Graag gedaan. President in de informateur in deze, de president die voert vandaag wederom gesprekken en dan vandaag met de agrarische sector. En voor het binnengaan spraken we met SPBA voorzitter, de heer Harinenden Umrouw. Heer Umrouw, jullie zijn er, u staat er op het punt om naar binnen te gaan. Ja. Ik neem aan dat jullie toch wel goed voorbereid zijn gekomen. Ja, we hebben alles goed voorbereid en wat wij op papier hebben, die gaan we vandaag aan de president aanbieden. En dan verder zullen we zien wat gaat het gebeuren met de rijstsector. Welke zorgpunten hebben jullie op papier gezet? Nou, we hebben de problemen van de banken, de schulden van de banken. De export van Venezuela. En er is compensatie beloofd, euroïum beloofd. Door de overheid is nog niet gerealiseerd. Dus dit zijn de punten die wij willen graag hebben. We hebben ook gevraagd bij brief aan de president een graceperiode van de commerciële banken. Mm-hmm. En daarvoor is het bijna al 6-7 maanden hebben geschreven. En we zijn bezig daarmee nog. U weet, wij boeren hebben nu grote problemen. Onze paddenschuren zijn niet propvol. De export die gaat het niet. De boeren kunnen hun paddigeld natuurlijk ontvangen, een deel hoor. En dat zijn de grote problemen nu in de sector. Dus het gaat nog steeds niet goed met de rijsector? Nou, hoever wat ik zie, dat dit seizoen is het minder gezaaid. En de opkopers hebben duidelijk aangegeven dat zij gaan het paddy niet opkopen, want ze hebben geen opslagruimte. Dus dat betekent dat de paddy die gaat in het veld blijven. Maar wat heeft de vorige regering toch wel de afgelopen 5 jaar voor jullie betekend? Nou, als ik u zeg, dit is de vierde seizoen dat we grote problemen hebben in de rijsector. We hebben steeds aangekaart aan de president en de minister. Maar helaas hebben wij niet goede hulp gekregen aan de zijde van de regering. Lage paddyprijs wordt vastgesteld
door de wereldmarktprijs. Maar als u nagaat naar de lokale markt, dan is het een goede prijs. Dus daarom hebben wij per brief gevraagd met de voorzitter van de VRE om het rijstprijs op de lokale markt te verhogen met 100%. En daarvoor zijn ze nu bezig. Wat gaat het uit de bus komen, ga ik nu kunnen zeggen. Maar er gaat iets gebeuren. Hoe is het met de lokale afzet van rijst? Nou, lokale afzet die loopt goed. En internationaal, dus export? De export nu is helemaal stopgezet. Gaat het niet meer. Men zegt dat het prijs in het buitenland is laag. Nu gaat het niet meer. Een paar containers gaat het wel. Maar als je ziet, de pariscure van ons is helemaal propvol. Maar we merken dat de LVV-minister, Suresh Algu, toch wel vaker in Nigeria is. Worden jullie problemen wel meegenomen? Nou, kijk, mij persoonlijk en ook de boeren, we willen een beroep doen op de president dat de heer Suresh Algu terugkomt als minister van LVV. Heeft het wel goed gedaan? Hij kent de problemen en hij heeft binnen een jaar niet veel, maar toch wat voor de rijstboeren gedaan. Dus wij willen graag dat hij terugkomt. Is dat ook in het brief? Nou, in het brief niet. Nee. Maar dat gaan jullie duidelijk maken. Ja, nou ja. Dank u wel, heer Umrau. Ja. De recherche van de regio West heeft een inval gedaan in een woning aan de Fredericiestraat op basis van een tip die was ontvangen. Een 43-jarige Guyanees is aangehouden. Er zijn geweren en 3 dozen patronen aangetroffen in het huis aan de Fredericiestraat. De politie heeft ook 2 marihuana-plantjes die in een pot zijn geplant en een kleine hoeveelheid hash aangetroffen. De Guyanees is legaal in Suriname. Dit blijkt uit zijn paspoort. De onopvallende surveillance unit heeft ook meegewerkt aan het vaststellen van het adres en de aanhouding van deze verdachte. Comité Christelijke Kerken, CCK, die heeft vandaag ook informatiegesprekken gevoerd met de deskundigen van de president. Wij van TBN Prime Alert spraken met priester Hesdy Samuel over hoe deze gesprekken zijn gevoerd en welke zaken allemaal aan de orde zijn gekomen. We voeren u naar dat moment. Ja, heel goed. Heel goed in een gemoedelijke sfeer en heel open. Welke zaken zijn aan de orde gekomen? Het milieuaspect, de grondrechten, de verruwing van de maatschappij, gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Ja. En wat zijn de antwoorden die op deze zaken dan gegeven zijn? Nou, laten we zeggen, er is gezegd dat we... Dat men blij is dat we dat gesprek hebben gehad, dat we deze zaken naar voren hebben gebracht. En dat ze zeker meegenomen zullen worden. En ja, we zullen zien wat er van in de regeringsverklaring komt. Is er ook verder gevraagd om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van land en volk? Niet met zoveel woorden. Ik denk dat men ervan uitgaat dat we sowieso alles doen en eigenlijk constant bezig zijn om onze bijdrage te leveren voor de verheffing van het volk, voor de ontwikkeling van het volk. Gelet op het feit dat zeker de EBG, de EBG en de RK, die hebben, de RK heeft in de 70 scholen. En de EBG heeft zoveel en 60 scholen. En dat betekent al dat we, voor wat de ontwikkeling betreft, geïnteresseerd zijn en een bijdrage willen leveren. Voor de gesprekken die gevoerd zijn, komen er nog vervolggesprekken? Nou ja, daar hebben we niet concreet over gehad. Er is alleen gezegd dat het mogelijk zou zijn dat we in de toekomst weer worden uitgenodigd om over een of ander onderwerp verder te praten. Maar zijn er specifieke zaken waarover de EBGS zich toch wel zorgen maakt?
Nou, we maken ons, laten we zeggen, de kwestie van die, laten we zeggen, gelijkstelling, openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs, vinden we heel erg belangrijk, omdat het gaat allemaal om Surinaamse kinderen, die allemaal hetzelfde recht hebben. Voor wat het bijzondere betreft, vinden we dat dus dat die kerken zelf daarvoor moeten zorgen. Maar we zijn gehouden om het normale pakket van de overheid, wat de overheid stelt qua curriculum, om dat aan de kinderen door te geven. En dan kan je dus niet zeggen dat we op een gegeven ogenblik dan maar zelf moeten zien hoe we dat rondkrijgen. Dus wij vinden dat voor wat het volvoeren of afwerken van het pakket dat de overheid verplicht stelt, dat volledig door de overheid gefinancierd moet worden. Is dat ook kenbaar gemaakt vandaag? Ja, ja, mm-hmm. Ja, dat is ook kenbaar. En dat wordt meegenomen? Ja, alles wordt meegenomen. Ja, alles wordt meegenomen. Alleen we hopen dat we dan op een gegeven moment wel zien dat er iets daarvan terugkomt. Ja. En, maar u hebt nut van deze gesprekken wel ingezien? Jawel, jawel. Het is zeker nuttig. Kijk, het is altijd goed om met elkaar in gesprek te zijn. Om gedachten uit te wisselen. Men is op al die punten, praktisch al die punten ingegaan. En eigenlijk kwam het erop neer. Iemand heeft het zo uitgedrukt van hey, het lijkt alsof we zitten in ieder geval niet ver van elkaar. Qua visie, qua denken over deze punten. Ja. Waren andere geloofsgenoten en stromingen ook aanwezig bij deze gesprekken? Er was de secretaris, die is van de hervormde kerk. De voorzitter, dit is Pater Toon, die is van de RK-kerk. Dank u wel, Prezes. Alsjeblieft. Ja. Ook de groente, fruit en veeteeltsector, de vertegenwoordigers daarvan, en dat is toch wel een hele grote groep geweest, die hebben vandaag informatiegesprekken gevoerd met de informateurs, oftewel de deskundigen van de informateur. Na afloop had de pers een vraaggesprek met de heer Rik Naat Sanchit, woordvoerder van deze verschillende groepen, dus de groente, fruit en veeteeltsector. En hij gaf aan dat het toch wel om sectoren gaat die met heel veel problemen zitten en dat ze toch wel hopen dat er voor oplossingen gezorgd zal worden, gelet op het feit dat er bitter weinig voor hun is gedaan de afgelopen 5 jaren. We voeren u naar de woordvoerder, de heer Sanchit. De gesprekken waren heel positief. We hebben de pijnpunten wat de agrarische sector heeft neergelegd. En er komt vervolggesprekken en een structureel overleg om de sector te vertillen naar grotere hoogte. Wat zijn zo'n beetje de pijnpunten? De pijnpunten zijn een heleboel. Een van de belangrijkste dingen die we vandaag zijn overeengekomen, dat er een gestructureerd overleg moet zijn tussen beslissingsnemers en de sector. De sector als algemeen, de totale agrarische sector en de subsector. En ieder op zijn eigen manier, dat er communicatie is ten aanzien van beslissingen die genomen worden ten aanzien van de sector. Het moet niet zo zijn dat er ministers zijn die de sector willen ontwikkelen op zichzelf. Het moet in overleg gaan met de stakeholders in de sector. Voor welke ministeries heb je onderaan? Wij zijn de agrarische sector en wij hebben te maken met het ministerie van LVV in eerste instantie. Wilt u even wat concreet daarover, wat u net aangaf? Hoe bedoelt u? Dat van de ministeries. U geeft aan dat eigenlijk een minister niet alleen het beleid moet ontwikkelen. Heb je dat ervaren de afgelopen tijd? Niet alleen de afgelopen tijd. Ministers komen en ministers gaan. En ze willen hun best doen en iedereen weet hoe het moet. En iedereen doet zijn best. Alleen gebeurt dat zonder overleg met de sector.
En we zijn er daar niet happy mee. Je kan de sector alleen maar ontwikkelen in overleg met de sector. Want wij weten, wij zitten in het veld, wat er allemaal daar gebeurt. En we hebben een paar keer dat ding doorgestuurd, doorgecommuniceerd. Maar tot nu toe hebben wij weinig reactie gekregen. En vandaag is er gesproken omdat er geen gestructureerd overleg is. Dan moet ik tegelijkertijd ook mijn hand in eigen boezem steken. De sector aan zich, de totale sector, is slecht georganiseerd. De deelorganisaties die concurreren elkaar. Er is geen gestructureerd, eenduidige organisatie in de sector. En vandaag is inderdaad de aanzet gegeven om dit als startpunt te gebruiken om de totale sector te organiseren. Hoe ziet dat plan eruit? Hoe bedoelt u? Hoe ziet dat plan eruit om het een beetje gestructureerder? We gaan nu praten met elkaar. Vandaag is de aanzet gegeven. En met de verschillende besturen van de diverse organisaties gaat er overleg gepleegd worden. Om te komen tot één grote organisatie van agrarische ondernemers. Een overkoepelend orgaan. Maar dat gaat een heleboel tijd kosten en een heleboel geduld. Is daar nieuws? Oh, dat kan ik zo voor u noemen, op kort termijn. Er zijn een aantal dingen die op lang termijn moeten gebeuren. IDCS samen met het ministerie van LVV. IDCS in samenwerking met LVV is bezig met een masterplan agrarische ontwikkeling. Dat is op lang termijn. Maar wat we willen hebben is een aantal maatregelen op kort termijn. Om bijvoorbeeld de rijstsector te nemen, binnenkort begint de oogst. De schuren zitten vol, er is geen ruimte. En de boeren vragen hulp van de overheid om in ieder geval te faciliteren de export van paddy en rijst. Anders gaan we met grote problemen te kampen hebben. Dat is ten aanzien van rijst. Boeren hebben hulp nodig van de staat om hun schulden bij de banken te herschikken. Want er zijn enorme schulden. En verder moet er een onderzoek zijn met betrekking tot zijzaadvoorziening. Adron, die een instituut is, die moet gereactiveerd worden en versterkt worden in capaciteit dat er goed onderzoek gebeurt. Dat is ten aanzien van rijst. Fruit heeft zijn eigen positieproblemen. Want ik ben de secretaris van die vereniging die groente en fruit doet en exporteert. Er zijn gigantische problemen met betrekking tot export. De faciliteiten, wanneer de boeren hier bijvoorbeeld verpakt hebben, het gaat om vers product die aan bedrijf onderhevig is. En we gaan naar Zanderij om te exporteren, dan worden de meeste exporteurs behandeld daar als misdadigers. Door de BID-team. We hebben geen moeite dat de BID-team onderzoek doet in de verpakkingen, maar doe dat op een goede manier. En behandel de exporteur, geef hem de stimulans om inderdaad te blijven exporteren. De export is gedaald van de afgelopen tijd van 30 ton naar 20 ton op weekbasis. En dat kan niet. Omdat dat ding van Suriname Air Cargo die de monopolie heeft om de afhandeling te doen, wij worden er niet bij betrokken. En we hebben voorgesteld ook al eerder dat er een one-window shopping komt voor export. Een soort van een integrale packing house. Waar producten worden aangeleverd door de producent, door de exporteur. Daar is de BID-team, daar is de douane, daar is de politie, daar is iedereen. Wordt schoongemaakt, wordt verpakt. En ieder exporteur heeft zijn compartiment in de koelcel, vriescel, voor zover. En wanneer het vliegtuig landt, dat er dan een telefoontje komt, meneer Jantje kan exporteren. Er zijn koelauto's daar en die auto rijdt naar Zanderij. En het enige wat er moet gebeuren is dat die verpakkingsmateriaal gewoon overgeheveld moet worden. Waardoor de BID-team daar niet meer open doet, handen eroverheen lopen, etcetera. Centraal, en dat is verzegeld. Dat hebben wij voorgesteld ten aanzien van groente en fruit. Dat is één van de problemen. Het was een hele grote groep van mensen waren daar. Oh, ik had doorgegeven 15, maar ik denk dat er maar 20, 30. De organisatie is groot, want je hebt deelorganisaties, deelsectoren. De rijstsector was daar, de visserij was daar, veeteelsector was daar, pluimvee was daar, die was nog meer daar. En u vertegenwoordigt concreet welke sector? Ik vertegenwoordig concreet de groente- en de fruitsector. Daar ben ik secretaris van. Maar vandaag ben ik gebombardeerd als woordvoerder van de hele groep. Ja, hoe staat het met de veeteelsector? Wat zal er daar niet gedaan worden? Met de veeteelsector, even kijken wat er daar gedaan moet worden. Ik ken niet allemaal uit mijn hoofd. Moment.
Met betrekking tot melkvee en rundvee en varkens is gevraagd om het opzetten van een bedrijfsregistratiesysteem. Een dierenregistratiesysteem, want we weten niet hoeveel dieren er rondlopen. En een disease monitoring systeem. Dat willen we hebben. We willen hebben wat vee betreft een operationalisering van het veekeuringsinstituut. En dat de overheid het veelaboratorium faciliteert. Dat is ten aanzien van veeteelt. Er was ook in de tijd gesproken over import van vee. Hoe staat het daarmee? Is er continuïteit? Daar zijn we niet van, daarover zijn we niet geïnformeerd. Althans, ik niet. Over visserij is gesproken dat de visserij een grote bijdrage levert. En de visserij willen hebben de operationering van in eerste instantie van de kustwacht. De wet moet worden aangenomen. En verder willen ze hebben inspraak bij vergunningsverstrekking conform het eerder ontstaan en geschreven managementplan. Dat is al op papier. Verder willen ze geen subsidie hebben, maar ze willen gefaciliteerd worden in het belastingvrij krijgen van brandstof. De commissie hier? Ja. Het team met wie u hebt gesproken. Het team heeft gezegd dat dit teruggekoppeld wordt. We moeten nog wat schrijfwerk doen en het doen toekomen. En dan wordt er verder gekeken en we hopen dat we resultaat kunnen boeken. Zijn jullie op goede voet met de minister van LTV? Wat ons betreft wel, ja. Hoe is de onderlinge samenwerking tussen de verschillende sectoren? Tussen de verschillende sectoren, ieder doet zijn eigen dingen op dit moment. Omdat niet iedereen die in een bepaald subsector zit gespecialiseerd is in die andere sector. Dus de regio's doen hun eigen dingen, maar we moeten wel overkoepelend zijn en we moeten wel met de minister een overleg plaatsvinden. En de groente- en de fruitsector die is op zichzelf, die heeft zijn eigen dingen en eigen problemen. Laatste vraag. Welke van deze sectoren die je aangehaald heeft de meeste problemen? Bijna. Alle sectoren hebben problemen. Maar er moet wel één zijn die echt met veel problemen... Op dit moment is een gigantisch probleem in de rijstsector. En ook in de export van fruit en groenten. Dat zijn de problemen. Veeteelt heeft ook zijn eigen problemen. Dus in feite moet er een integrale oplossing komen van al die problemen. Maar dat gaat niet vandaag en morgen komen. Maar het moet gestructureerd aangepakt worden. En wat we hebben voorgesteld is op korte termijn een aantal maatregelen. En die is op papier gezet. Zijn er wat zaken voor jullie gedaan? U hebt de problemen aangepakt, maar zijn er wat zaken voor jullie gedaan de afgelopen 5 jaar? Hoe bedoelt u? Zijn er zaken gerealiseerd? Ja, gerealiseerd voor jullie zijn problemen de afgelopen 5 jaar. Ik kan mij niet herinneren. Afgelopen 5 jaar hebben ze... Er zal wel wat gedaan zijn, waarschijnlijk zonder overleg met de sector zelf. Maar daar zijn we niet van op de hoogte. Er is op dit moment bezig dat agrarisch integraal ontwikkelingsplan te schrijven. En dat willen wij dan nemen als vehikel om verder te fietsen in de sector. Dat is het. Oké, bedankt. Ja, minister, laat ik even halen. De informatiegesprekken die zijn vandaag gevoerd onder leiding van de heer Winston Lakin. En die heeft aan het eind van de dag een recap, oftewel een samenvatting gegeven over wat er allemaal, met wie er vandaag allemaal gesproken is geworden en waarover er allemaal gesproken is geworden. We voeren u naar het moment waarop de woordvoerder, de heer Winston Lakin, aangeeft met wie en waarover vandaag allemaal gesproken is geworden. Omstandigheden is toen het gesprek niet doorgegaan. En die zijn vanmorgen geweest. Een goed gesprek waarbij ze een vijftal punten onder de aandacht van de regering gebracht hebben. Eentje heeft te maken met natuurlijk aandacht voor het grondrechtenvraagstuk. Twee heeft te maken met verruwing van de samenleving. En op welke uitdagingen zowel voor de regering als door andere sociaal-maatschappelijke organisaties daarin liggen. Een ander vraagstuk is het verzoek voor aandacht voor gelijkstelling van onderwijssituaties in, voornamelijk in het binnenland. Het gaat om katholieke scholen, bijzonder onderwijs, dat daar heel bijzonder aandacht voor gevraagd. En daarnaast waren er nog 2 andere punten. 1 heeft te maken met milieu over het algemeen, maar in het bijzonder aandacht gevraagd voor kwik en kwikvervuiling bij productie van
kleinschalige goud mijnbouw in het binnenland waar de nadelige volken die we kennen voor volksgezondheid daar spelen. En specifieke aandacht is gevraagd voor Suriname om zo snel mogelijk over te gaan tot de ratificatie van het Myanmar-verdrag, welke inhoudt dat landen internationaal afspraken maken met betrekking tot het gebruik van kwik, welke schade veroorzaakt voor mens, dier en milieu. Er is een schriftelijk stuk ingediend over deze vraagstukken. De afspraak is gemaakt dat in het natraject zeker weer overleg zal plaatsvinden met deze hele belangrijke organisatie. Vooral bij het, waar het vraagstuk speelde van hun belevingen, wat we weten, de verruwing van de maatschappelijke situatie. Daar is een hele bijzondere aandacht voor gevraagd door deze christelijke organisatie. Natuurlijk zijn ze ook onderdeel van IRIS en ze hebben ons geïnformeerd dat IRIS gisteren of eergisteren ook haar schriftelijke bijdrage heeft afgerond en dat we verwachten dat een van deze dagen dus ook zij indienen, zodat de regering nog een ondersteuningstraject heeft met betrekking tot wat we straks moeten gaan doen. De tweede groep die we ontvangen hebben is een iets grotere groep, maar een hele belangrijke groep. Dat zijn de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, dat agrarisch gebeuren, dus landbouw, veeteelt, visserij. We hadden de vertegenwoordigers van de paddyproducenten, paddyexporteurs, mensen uit de pluimveesector, mensen uit de visserijsector, mensen groenteteelt, fruitteelt. En daar zijn eerst vragen gesteld met betrekking tot de bottlenecks waarmee ze zitten. Wetgevingsproducten bijvoorbeeld, als ik terugblik naar wat een van de vragen van de visserijsector was, om zo snel mogelijk de wet op de kustwacht in place te hebben, omdat het van belang is voor de sector. Ook het vraagstuk met betrekking tot visvergunningen en niet-Surinamers die in hele grote mate vertegenwoordigd zijn in deze sector en de problemen die daarmee gepaard gaan, op welke wijze deze aangepakt kunnen worden, aangezien het een sector is die een van de grote verdieners is en potentie heeft voor duurzaam bijdragen aan onze economische ontwikkeling. Maar ook door onder andere de groente- en fruitexporteurs zijn er aandachtspunten op tafel gelegd. Onder andere de problemen die ze ondervinden bij exporteuren vanaf op zanderij, de logistieke involkomenheden. De hele strenge regelgeving, soms te veel bureaucratie in place die kostenverhogend werken naar de sector toe. Verzoeken zijn gedaan dus dwars door deze groepen naar de regering toe om te kijken waar kan door de regering opgetreden worden in de zin van het verlichten van onder andere belastingen die betaald moeten worden bij exporten die de concurrentiepositie van deze sector nogal problematisch maken. Bijvoorbeeld ook de melkboeren die hebben aandacht gevraagd voor deze sector waar ze potentie in zien. Maar het ontbreken van een structuur, met name richting het ministerie van LVV, ter ondersteuning van die sector. De rode draad door deze hele discussie is dat iedereen gevraagd heeft om een permanent overlegorgaan te hebben, met name met het ministerie van LVV, wanneer het gaat niet alleen maar om bij het beslissing nemen maar dus van maatregelen, maar vanaf de voorbereidingsfase, zodat beter gecommuniceerd wordt met deze actoren, omdat zij dagelijks geconfronteerd zijn met de problemen. Dus het verzoek is gedaan, kunnen we niet intensiever, structureler met de minister van LVV overleg hebben met betrekking tot de verschillende beleidsgebieden, de sectoren die vallen onder het beleidsgebied van de LVV. Daar is naar gekeken. Natuurlijk was er een hele specifieke aandacht voor vraag van de paddyboeren met betrekking tot de exporten ook die te maken hebben richting Petrocaribe. Om te kijken hoe de staat tegemoet kan komen daarin. Natuurlijk hebben we ook aangegeven, de sector is al lang geliberaliseerd en dat vanuit de regering initiatieven genomen worden waaronder
Petrocaribe om tegemoet te komen naar de sector. Maar dat je niet afhankelijk bent, het is niet iets waar Suriname alleen mee te maken heeft, maar je bent afhankelijk van ook wat, nog wat bureaucratie die aan de andere kant, met name in Venezuela, plaatsvindt voor een effectievere uitvoering hiervan. Maar dat de Petrocaribe overeenkomst breder is, veel breder dan alleen maar de reis- en Paris-sector, maar dat het veel meer daaronder gedaan kan worden. En staan in de vergaderingen zijn er wat vragen gesteld en verzoeken gedaan voor de andere sectoren om te kijken hoe kunnen zij deel zijn en worden van de Petrocaribe overeenkomst. Kortom, de voorstellen zijn door ons meegenomen, die worden onder andere gebracht en afgesproken is dat die hele groep, want het waren voorzitters en besturen van de verschillende sectoren die vallen onder LVV, die nou toegezegd hebben dat ze binnen een week schriftelijk aan de commissie doen toekomen hun pijnpunten, maar ook de oplossingsmodellen die ze zien. Want dat hebben we heel specifiek gevraagd, dat deze vertegenwoordigers ook kijken naar dat nieuwe ding welke gevraagd is door de president, om te kijken hoe kunnen we met z'n allen nieuwe zaken in beeld brengen die ertoe moeten leiden dat ook in deze sector verbetering optreden. Dus we niet terugkijken naar wat verkeerd gegaan is, maar hoe kunnen we met z'n allen nou zo'n danige platform creëren om ervoor te zorgen dat de conceptie van voedselleverancier een rol te gaan spelen daarin in de regio voor voedselveiligheid, zekerheid en kwalitatief voedselvoorziening. En iedereen onderkent de potentie dat de inspanningen bijeengebracht moeten worden om te kijken hoe kunnen we dit voor Suriname zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen. Dat is het kader geweest waarbinnen we vandaag gesproken hebben. De Petrocaribe deal die ze gaan halen, de boeren die zouden dan wel graag meer farm, meer daarin willen zien of dat er van de is. Dus die was breder dan dat alleen, het was een onderdeel ervan. Het ging over de rode draad in de presentatie van gisteren, was de nieuwe ontwikkelingsconceptie over de richting die we willen opgaan met Suriname. De verschillende sectoren, mijnbouw, agro, onderwijs, volksgezondheid, milieu, gekeken is wat moet, hoe zou dat plaatje eruit moeten zien. Een constatering bijvoorbeeld gisteren was, je kan alle soort prachtige plannen hebben over duurzame ontwikkeling, maar als je het aspect milieu niet heel scherp in beeld brengt, welke crosscutting is, dan plan je eigenlijk van niemand al. We ervaren allemaal nu reeds de negatieve gevolgen van klimaatsveranderingen. Als we kijken hoe het zit met onze kustbescherming, waar straks als je nagaat een belangrijk percentage bij kan, 80% van onze bevolking woont, een heel belangrijk deel van onze vruchtbare gronden zitten. En dan moet je als regering bij het plannen van de ontwikkeling, als het nou voor 5 jaar, voor 10 jaar, voor 15 jaar is, moeten deze aspecten meegenomen worden. Die lijn van discussie, dat was gisteren de rode draad erdoor, waardoor een exchange of ideas heeft plaatsgevonden. En afspraak is dat in de komende dagen weer gesproken gaat worden en nu een connectie gaat maken. Welk instrumentarium ga je in place moeten hebben om deze doelen, indien we er allemaal over eens zijn, te gaan gebruiken als de gemeenschappelijke stootrichting van Suriname? En het instrumentarium, daar bedoel ik heel concreet mee, de regering. Hoe zou het eruit moeten zien? Zijn het 14, zijn het 15, zijn het 16, zijn het 17 ministeries? Daar wordt goed naar gekeken. U weet dat de president gevraagd had aan een groep technische mensen om na te gaan. Het uitgangspunt is een beetje terugbrengen van de ministeries, maar niet terugbrengen los van de conceptie van wat ermee moet gebeuren. Er zijn voorstellen, er zijn suggesties te gaan van 17 naar 14, er zijn voorstellen te gaan van 17 naar 12. En technisch, juridisch moet gekeken worden wat is mogelijk. Want u moet nagaan, als u ministeries bijeen zou brengen, zijn er een heleboel wettelijke administratieve regels die afgenomen moeten worden bij het samentrekken van beleidsgebieden. Dus daar wordt heel zorgvuldig naar gekeken. Dus de uiteindelijke beslissing over het aantal ministerie is nog niet genomen, omdat we eerst overeenstemming wilden hebben over de gemeenschappelijke stootrichting voor Suriname de komende 15 en 15 jaar. Laatste vraag. Veldkamp, Radio SRS. Meneer Lakin, we hebben een zeer...
werken DR of RL-leden niet. Dat wordt vaak genoeg gezegd dat zij in feite niet werken en alleen maar daar zijn voor het geld. Wij van TBN Prime Alert vroegen dat vandaag aan een vijftal RR-leden of zij werkelijk zullen werken waarvoor zij het ambt hebben aangenomen en wat het allemaal voor hun betekent om RL-lid te zijn. Wij voeren u naar deze vraaggesprekken. Heer Rajiv Sunaat, u bent vandaag, u hebt de eed en of belofte afgelegd als RR-lid. Hoe voelt dit moment toch voor u aan? Oh, het is een heel bijzonder moment voor mij. Nou ja, bijzonder in de zin van ik ben voor de tweede keer weer gekozen als resortraad. En het is een heel heugelijk moment voor mij dat ik weer als RR mijn belofte heb kunnen afleggen. Ja. Van welk resort? Van Paramaribo Tamenga. Ja. Er is tijdens de speeches van DC Jerry Miranda en RO-minister Stanley Batterson toch wel een aantal belangrijke zaken jullie richting gezegd. Wat is u het meest bijgebleven van hun? Wel, alles wat ze hebben gezegd, alles. Wat hebben ze gezegd? In de zin van dat, dat we naar de bevolking toe moeten gaan in onze resortweek voor wat we verantwoordelijk zijn. Dat we bij naar de mensen toe gaan om te vragen wat de problemen zijn, wat ze veranderd willen zien, wat ze veranderd willen hebben om gerealiseerd te krijgen voor hun. Vaak genoeg zegt men dat de RL-leden niet werken en daar zitten om het geld. Is dat werkelijk zo? Nou ja. Dat wordt er gezegd, maar ik denk niet dat het in resort Tamenga dat het geval is hoor. Omdat ik weet dat er in resort Tamenga heel veel gewerkt is. U bent voor de tweede keer gekozen. Wat heeft u toch wel de afgelopen 5 jaren kunnen bewerkstelligen? Nou ja, heel veel hoor. Tot nu toe ben ik bezig met mijn week. En ik wacht op dit moment om bezig te worden zodat ik door kan gaan met mijn werk. Dank u wel, heer Suna. Hartelijk dank, Ines. Heer Shailendra Kanhai, u bent vandaag de eed en belofte afgelegd als RL-lid. Hoe voelt dit moment toch voor u aan? Nou, het is een bijzonder moment. Het voelt heel goed aan wanneer je weet van vandaag ben je definitief als RR toegelaten. En je krijgt de gelegenheid om te werken voor je land en volk, van je resort natuurlijk. En het geeft een goed gevoel. Is het de eerste keer voor u als RR? Ja, het is de eerste keer dat ik als RR ga. Ja. De sprekers hebben toch wel wat belangrijke zaken aangehaald. Wat is u het meest bijgebleven van alle oproepen die ze richting jullie hebben gedaan? Het is dat wij in acht moeten nemen dat we voor het volk werken, voor het land werken. En wij althans hun behoeften moeten bevredigen. Vaak genoeg zegt men dat RR-leden niet werken. Is dat werkelijk zo? Nee, dat is niet waar. Dat RR-leden niet werken is niet waar. Ik heb het in mijn resort gezien. En welk resort is dat? Het is resort Welgelegen. In Welgelegen hebben ze gewerkt. Ja. Wat heeft u ertoe bewogen om RR-lid te worden? Om zodoende een bijdrage te leveren voor mijn resort. Om mijn mensen te helpen. En namens welke partij en of combinatie zit u als RR? V7 combinatie. Dank u wel. Graag gedaan. U hebt vandaag de eed en of belofte afgelegd als RR. Ja, de belofte. Hoe voelt dat aan? Leuk. De eerste keer als RR? Nee, de tweede. Maar de eerste keer was ik niet gekozen. En nou de tweede keer wel. Ja, voor welk resort bent u gekozen? Resort Livorno. Is er veel werk te doen, Telefono? Ja, dat voor, en dat weet je, want je bent ook aan de buurt. Ja, veel werk te doen. Ja. Mm-hmm. Vaak genoeg zegt men dat de RR en DL-leden niet werken. Is dat werkelijk zo? Nou, mijn mens verschilt. Dus ik weet dat ik mijn best moet doen. Mijn resort en vooral voor mijn omgeving, moet ik zeker. Namens welke partij zit u aan als RR? NDP. Dank u wel. Oké, dank. Mevrouw Sunita Kunkun, u hebt als RR-lid de belofte afgelegd. Is het de eerste keer dat u gekozen bent als RR? Nee, de tweede keer. En van welk resort? Resort Panduiten. En hoe gaat u om met het gegeven dat men zegt dat RR-leden niet werken? Dat is niet waar. Het kan zijn dat niet alle RL-leden werken. Maar ik kan wel aangeven dat er wel RL-leden zijn die hard werken voor land en volk. Hoe denkt u zich de komende 5 jaren te profileren? Nou, ik ga goed gebruik van maken. Het volk heeft ons gekozen. Dat wil zeggen, we moeten ook voor het volk werken. En ik ga ervoor. Wat heeft u de afgelopen 5 jaren toch wel kunnen doen voor uw resort?
Heel veel hebben we kunnen doen. We hebben ons sportcomplex kunnen neerzetten. Dat is op de hoek van de Martijusweg en de Frederikshoopweg. Zandwegen worden op tijd bezand. Straatverlichting in alle zandwegen. Er waren wegen die 40 jaar niet voorzien waren van waterleiding. Dat hebben we ook kunnen doen. Er zijn nog enkele dingen die gedaan moeten worden in het resort. En daarvoor gaan we. We begrijpen dat ontwatering toch wel een van de grote problemen zijn te pand buiten. Wordt dat als eerste aangepakt? Klopt, we zijn al bezig met openbare werken en het wordt wel aangepakt. Ja. Dank u wel, heel veel succes. Dank u wel. Hoven, u hebt vandaag de eed en nog belofte afgelegd als RR? Ik heb de belofte afgelegd als RR-lid van Beekhuizen. De eerste keer als RR voor u? Ja, dit is mijn eerste keer. Wat heeft u ertoe bewogen om RR te worden? Zo, vanwege de drive die ik heb. Ik ben eigenlijk namelijk gestart als jongere voorzitter van het resort Beekhuizen. En ik ben gekozen geworden, ik ben op de lijst geplaatst. En ik heb gemeend om ook een bijdrage te kunnen leveren in het resort. En ook voor Suriname eigenlijk. Om ons resort eigenlijk naar grotere hoogtes te brengen. Er wordt gewerkt. Ons resort heeft nog veel werk. Er is werk verricht, maar er is nog meer te doen. En de jongeren daar in Beekhuizen, ze willen ervoor gaan. Ik ben de enige als jongere die gekozen is. Maar samen met het jongerenbestuur wil ik, er zijn plannen die we hebben gemaakt, die we nog meer maken, om ons resort tot een modelresort te maken. Ja. Wat geniet prioriteit, de Beekhuizen? Wat prioriteit geniet is infrastructuur. Er zijn nog een paar wegen die eigenlijk kapot zijn. Er zijn nog gaten. Maar dat komt. OW is al reeds bezig, zie ik. En er zijn nog heel wat dingen zoals een huiswerkbegeleiding die ik wil gaan doen. In mijn bestuur zit er ook een lid die veel doet qua ICT. En daarmee wil ik eigenlijk gaan focussen met de jongeren in Beekhuizen die toch die toegang daarnaartoe nog niet hebben. Dat. Hoe gaat u om met het gegeven dat RR en DL-leden niet werken? Zo. En dat ze daar alleen maar zitten om het geld, is dat zo? Ik ben er pas, hè. Ik heb die ervaring niet echt, maar het is wel gezegd. Er wordt veel over gesproken. Ik hoop dat er verandering in komt in dit termijn. Het is leg aan de mensen hunzelf voor. Ik weet wel dat ik heb een bepaalde drive daar in Beekhuizen. Ik ben zo een beetje bekend. En ik wil een verschil maken. Laat dat van die mensen die niet werken, wil ik het aan hun overlaten. U hoopt wel dat de mensen wel harder zullen werken? Ik hoop het. Ik hoop het. En ik denk dat het nu wel gaat lukken. Dank u wel, mevrouw Vijfhoven, en heel veel succes. Alsjeblieft, dank u wel. Voor de zittingsperiode 2015-2020 zal als fractievoorzitter van de VHP Chandrika Prasad Santokhi en als plaatsvervanger Aziz Kumar Gayadin optreden. Dit heeft de fractie vandaag per schrijven kenbaar gemaakt aan DNA-voorzitter Jennifer Simons. In de brief werd er onder meer op gewezen dat de politieke organisatie, de VHP, in combinatie verband en wel onder de aanduiding V7 aan de op 25 mei 2015 gehouden verkiezingen van volksvertegenwoordigende organen heeft deelgenomen. Voor wat de DNA betreft heeft de V7-combinatie 18 zetels verworven, waaronder de VHP 9 zetels. Inmiddels is overeengekomen dat de politieke organisaties die deel vormden van de V7-combinatie elk een eigen fractie zullen vormen in DNA.